Hallo mensen, welkom in Assetto Corsa voor de eerste keer. En ik ga vandaag een beetje oefenen met de MP412C GT3. Ik vind het een fijne auto, hij is snel, maar ik vind dat hij fijn rijdt. Hij rijdt alsof het een veel langzamere auto is, zeg maar. We gaan op Mugello rijden. Ik heb de Assist custom gemaakt. Dat ik bijvoorbeeld niet remmen en de gearbox op automatisch, maar andere dingen dan weer wel. En ik had die volgens mij uitgezet. Maar goed. Dus dat ga ik even uitproberen. Nou, zoals jullie kunnen zien, ik sta in de pitlanes. Oh, wat klinkt deze auto lekker. Zal voor jullie kijken, even vanaf de buitenkant. En we gaan weer naar binnen. Oh, het klinkt goed. Dus ik ga even een paar rondjes doen. Ik heb er al wel een beetje geoefend, maar van het zelfs. Deze loop zo vaak gaan. En mijn setup is gewoon niet. Maar ik vind echt dat dit is dan een pre-alpha release. Maar de pre-alpha van deze game is gewoon een stuk beter dan de echte versie van veel andere games. Kijk, ze zijn nu eigenlijk volgens mij erg mee bezig met de AI verbeteren en met maps en auto's toevoegen. Wat doen we? Ik vind het eigenlijk wel best goed. km/u. 60 versnelling. Beetje wijd. Ho. Zelfs zo zit ik nu, zeg maar, dat op de gamer level qua assists. Zelfs nu heb je al dit als je een fout maakt, dan word je gestraft. Met dit moment wil ik kijken, ik wil zo goed worden dat ik zonder assists gewoon, maar toen ik ook geen clutch heb. Bestuur. Ja, ik zit alweer niet goed. Het gaat allemaal gekomen. Kan ik ook niet echt zonder assists rijden? Ik zie dit uit, het gaat wel goed alleen. Nee. Dat is wel fout.
dan zou je juist wanneer ze warmer worden meer grip moeten hebben. Of ik blijf gewoon hebben. Dat kan natuurlijk ook. En dat is wel echt anders. Trouwens, als jullie deze game ook willen kopen, dan zal er zelfs gewoonlijk in de beschrijving een link staan op de site GTA. Geweldige site. Die link komen jullie direct op als het de Porsche uit. En jullie helpen me ook als jullie het kopen. Maar ik merk ook, ik geef vooral voor om te remmen door de beste lijn. Nu ik het al wat langer speel, ik heb misschien 2 uur aan oefenen erin zitten. Dan merk ik dat die beste lijn niet bepaald goed weergeeft qua remmen. Ook omdat in andere games die ik gewend ben, geeft het beste lijn ook aan of je te hard rijdt. Dus die verkleurt ook. En hier is het gewoon, sommige dat is rood, sommige geel en sommige groen. Dus in deze game is het echt gewoon voor, want er zijn nu ook special events, dat zijn gewoon races. De carrière is nog aan het aankomen, dus die zijn ze ook al te ver op het moment. Voordat je zo'n race doet, überhaupt kun je zo'n race op verschillende moeilijkheidsgraden doen. Dus als je in een alien zit, dat is dus eigenlijk onmogelijk, zeker als je ook zonder assist zit, denk ik. Dan, oké, die map, ik heb het wel. Maar op de manier ja, beter het zoveel mogelijk oefenen. Voordat je gaat reizen. Ja, ik heb er 2 apps op zitten. Geweldige auto. Bedankt voor het kijken. En ik zie jullie de volgende keer weer. Later.